ik ben Fran Bambust. Ik schrijf jeugd- en kinderboeken. Dat doe ik als hobby eigenlijk. En intussen heb ik er toch al een stuk of 4 liggen hier bij Klavis. Bij Klavis ben ik begonnen met Plafondmeisje. Dat is dit boekje. Het was een klein boekje voor kinderen vanaf pakweg 8 jaar ongeveer. Maar het wordt eigenlijk vooral gelezen ook door iets ouder, van 8 tot 11. En dat is een boekje dat het heel goed doet nog altijd. Het is een kleine klassieker, hoorde ik al vertellen door Anne Provoost. Dus het zal wel waar zijn dan. Plafondmeisje is een boek over een meisje dat op een bepaald moment uit haar bed valt. Maar ze valt niet op de grond, ze valt op het plafond. En eigenlijk is het een boek dat dan ook symbolisch is over een kind dat anders is dan andere kinderen. En op die manier wordt het ook in scholen gebruikt om dat het net het anders zijn weer eens op een andere leuke, spannende manier probeert te benaderen. Ik kende Klavis al, even denken, van in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, toen die nog heel klein waren. En toen was ik daar al eerst eens gekomen met een klein projectje. Waren ze meteen geïnteresseerd. Is uiteindelijk niet doorgegaan toen omwille van de drukkosten, want dat was een soort scheurkalender met elke dag een ander klein verhaaltje. Maar we hebben contact blijven houden. Ik ben zelf niet meer verder gegaan met al die boeken schrijven toen. Maar zoveel jaar later had ik toen Plafondmeisje. En toen ben ik meteen naar hen gestapt. En zij waren meteen enthousiast. Het was een dunner boekje in eerste instantie. En zij zeiden, maak het dikker, maak het nog leuker, maak het nog gekker. En ik vind dat heel plezierig. Meteen nadien hebben ze gevraagd of ik nog andere ideeën voor verhalen had. Heb ik er een lijstje doorgestuurd met mogelijke ideeën. Heb ik gezegd, kies er maar eentje uit. En dan het tweede boekje is daaruit Kussen helpt niet geworden. Ik vind het moeilijk om een vergelijking te maken met de Nederlandse literatuur of de Nederlandse jeugdliteratuur, omdat ik die niet zo goed ken. Ik ken natuurlijk van vroeger de grote bekende auteurs, Thea Beckman, Tonke Dracht, al die mensen, Annie M.G. Schmidt. En dat waren ook wel voorbeelden voor mij. Dus in die zin denk ik dat ik beïnvloed zal zijn door de Nederlandse jeugdliteratuur. En vermoed ik dat je dat toch ook wel weer in mijn boeken ziet. Dus in die zin denk ik dat heel veel Vlaamse jeugdauteurs toch wel een stukje Nederlandse erfenis meedragen. Ik weet dat ik Nederlandse lezers heb. Ik weet ook dat Plafondmeisje bijvoorbeeld goed gedraaid heeft in het begin in Nederland alvast, want het werd meteen in 400 bibliotheken of zo gevraagd. Dus alle bibliotheken hebben het liggen. En dat is, voor zover ik weet, nog niet eens gebeurd in België. Dus Nederland houdt wel een beetje van mij. Ik ben ook op een bepaald moment genomineerd geweest voor een prijs in Zaandam. Bij de Zaanse Schans of zo, als ik het goed heb. Dus daar was ik ook wel weer heel trots op. Ik denk dat mijn boekjes wel gesmaakt worden.